Tijd om de nieuwe collectie van Fashion Beslani te unboxen. Ja, ik had het eerst. We zijn aangekomen bij het event. Echt mooi, hè? Dit is niet mooi, hè? Ik moet een lichter kleurtje nemen, of niet? Een hele goede morgen en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe dagvlog op mijn kanaal. Het is vandaag donderdag en het is 2 mei en ik heb even lekker een sportoutfitje weer aangetrokken, want ik heb zo'n personal training bij Tom, bij Koningsfysio en personal training daar. Daar ga ik gewoon 2 keer in de week, heb ik daar personal training. Ik heb nog steeds spierpijn van maandag, want ik heb ook heel veel gewandeld op de rest van de dagen. Dus maandag had ik nog 5 kilometer gewandeld, gisteren en gisteren ook. Dus ik voel zeg maar mijn beentjes nog steeds wel een beetje. En ik heb dus een heel erg blaar. En mijn benen schuren heel een beetje tegen elkaar aan. Door het warme weer en zo. Dus het doet allemaal een beetje pijn. Maar ik heb alvast even mijn koffertje klaargelegd. Want ik ga vannacht een nachtje naar Amsterdam. Samen met Janet. Want we hebben vanavond een heel leuk evenement van Shein. I don't know. Ik ga vanavond eindelijk achterkomen hoe je het uitspreekt. En we hebben ook een hotel geboekt daar. Dus ik heb alles nu even ingepakt. Want dan ga ik zeg maar even sporten. En dan ga ik daarna snel douchen, omkleden en die kant op. Want we kunnen vanaf 2 uur inchecken. En we willen gewoon een beetje op tijd naar Amsterdam zijn. Het is nog wel een stukje met de trein voor mij. Dus ik probeer snel mogelijk straks. Hallo Ramon. Oké, ik ga wat eten wat er weggaat. 2 boterhammen. Goed bezig, schatje. Kut vlieg. Oké, kijk. Zoals jullie kunnen zien, daar tussen de dingen. PostNL is er. Er komt een heel leuk pakketje aan. Maar wat ik ga eten is kwark. En ik doe er even stukjes aardbei tussen. Stukjes druiven en mijn flavor powder. Deze van Cabau gaat er doorheen. Let's go. Mijn ontbijtje is klaar. Bon appétit, Mali. Zoals de meeste van jullie wel weten, weten jullie dat ik een kledingwebshop heb. Fashion by MZ Lani heet het. En we hebben een nieuwe collectie binnengekregen. In ieder geval een paar nieuwe items. En mijn kantoor zit nog steeds in Leeuwarden. En ik woon nu in Etten-Leur bij mijn vriend. Hoe het dus nu een beetje te werk gaat. Ik maak zeg maar alle foto's. Ik doe alle klantenservice. Ik doe alle nieuwe items uploaden. Ik doe alle social media. En mijn moeder die doet dus nu inpakken. En Alicia af en toe ook. En dan hebben we nog een paar modellen die dus vaak op de foto gaan en zo. En ik wilde eventjes de items zien. Omdat het nu binnen was gekomen. En ik weet dat ik dinsdag op vakantie ga. Dus dat denk ik nog wel 2 weken duurt tot ik de items kon zien. Dus ik heb aan Alicia gevraagd of ze eventjes van alles 1 maat 1 stuk kon sturen naar mij. Dus dat heeft ze gedaan. Dus we gaan het gewoon samen even openmaken. Dus tijd om de nieuwe collectie van Fashion Beslani te unboxen. I love de kleurtjes ook. Kijk hoe leuk. Als je dit zo ziet, dan denk je dat ja, dit heb ik nodig in mijn leven. Als allereerst hebben we een tijgerprint broekrokje. Cute, super leuk. We hebben dus ook een van een bijpassend shirtje. Die valt wel wijd. Dus ik had zeg maar aan als een blazertje. Echt super leuk. Welke maat heeft ze opgestuurd? Maat L. Hij sluit met een ritsje en die komt dus binnenkort online. I love it. Een mooie kleurpantenprint. Ik heb hier een nieuw topje en helemaal geweldig voor Spanje denk ik. Voorheen deed ik altijd van die grote handelsshoplogs. Lijkt het even leuk als ik het vaker ga doen. Laat alles zien wat er dus binnen is gekomen. Kijk, dit is dus een topje. En dan op een spijkershort. I love it. Heel erg cute. Ja. Helemaal enig. Ik kreeg een doorstuurt van een vriendinnetje van. Hebben jullie die ook? Dus ben ik op zoek gegaan. En nu hebben we ze. Ik durf niet te zeggen wanneer ze precies online komen. Wat de vakantie ertussen zit. Maar ik probeer dus morgen. Eigenlijk wil ik dus gisteren gaan shooten, maar het kwam dus dat pakket komt dus opeens vandaag pas. Heel raar ook, want het was dinsdag of zondag. Normaal is het in 1 dag, maar in ieder geval. Kijk hoe laat ik morgen terugkom vanuit Amsterdam en dan zal ik het lekker hier thuis nog eventjes shooten. En ik heb hier een wit stokje. Die ben ik zo benieuwd naar. Dit kan je zeg maar zo doen, 18 knopen. Dan zit hier dus een stretchband en dan heb je hem dus zo. Heel leuk. Zelfs ook nog in meer kleuren, maar ik dacht ik probeer eerst 1, want ja, wit is gewoon altijd goed. Heel erg nice. In de maat M. En kijk, dit is ook echt helemaal stretchy en zo. Heel leuk topje. Vet leuk voor de zomer. Echt, het wordt zo mooi weer. Niet normaal. Ik zag wel dat het morgen weer minder werd. Hallo, hier rijdt ook gewoon een man door het gras. Zo gemeen. Ik had dus vorige week of 2 weken geleden bijna een boete gekregen. Omdat ik dus hier in het gras geparkeerd stond. Zo'n beetje met mijn wiel. Omdat er gewoon nergens meer plek was. En omdat als ik meer naar achter stond dat de garage er niet meer over ging, kwam de handhaving helemaal langs. Heb ik een waarschuwing gekregen. Het zal hier vet vaak auto's geparkeerd zijn. Maar ja, ik ben niet zo'n snitch die dan gelijk gaat bellen. Maar dan precies, ik het 1 keer doe. Dan krijg ik de handhaving op de stoep.
kennen, de Basic Knits. Ik verkoop er heel veel kleuren van op de website. En ja, ik vind ze geweldig. Ik draag ze bijna elke dag. Echt niet normaal. Maar we hebben dus een nieuwe kleur ontvangen. Heel mooi. De kleur komt niet helemaal overeen als zie ik. Maar het is een beetje fuchsia roze. Mooi. Ja, ik vind het echt prachtig. Op een witte broek. Heel leuk. En we hebben nog een nieuwe Basic Knit binnen. En dit is een donkergrijze. Vriendinnetje van mij vroeg hier ook om of ik die had. En ik wist dat ik al zoveel kleuren had. Dus ik dacht, ik probeer dit ook. Het is een beetje een donkergrijs kleurtje. Heel erg leuk. En deze zitten gewoon zo lekker. De kwaliteit van is gewoon top. En ook in het knalrood. Rood is gewoon helemaal weer een trend. Oh. Wordt mooi weer. Dat betekent dat er weer vliegen in huis zitten. Tadaa. Heel leuk. Knalrood. Oh, Alicia heeft er een brief bij gedaan. Kijk. Succes met alle item shooten. Liefst Alicia. Tot snel. Als je dit kijkt, I love you. En at last but not least hebben we dus eindelijk weer nieuwe pandaprint items toegevoegd. Ja, ook al een rokje natuurlijk, maar ook een jeans. En ik vind dat moeilijk met broekmaten, dus ik hoop dat ze de goede heeft opgestuurd. Dit is de broek. Nou, er zit wel wat stretch in. Ik doe hem gewoon eens over aan. Gewoon over mijn bike shortje. Dit is de broek. Heel erg leuk. Heel mooi. I love it. Eindelijk een panterprint broek. Met de stretch. De lengte is voor mij ook echt perfect. Ik ben 1,68, maar ik heb wel wat langere benen. Heel mooi. Love it. And last but not least. Een jumpsuit. Panterprint. Ja, meid. Laat mij maar op. Geweldig. Dit is gewoon geweldig. Ik ben echt gek op spijkerpakken, maar dan heb je deze. Kijk nou even. Zo cool. Zo mooi. Het lijkt dat het heel groot, maar het valt echt wel mee. En ik was ook op beursvrouw, stond ik laatst, in maart. En al die meiden liepen langs die pakken. Pakken me vast, oh, het is heel groot. En liep ze weer door. Maar als je het aandoet, dan is het zo anders. Maar ik snap het wel. Als je dit zo ziet hangen, dan denk je, wat is dat voor groot ding? Maar uiteindelijk vormt het toch wel helemaal mee naar je lichaam. Super gek is dat. Ik dacht ook heel de tijd toen mensen dan wegliepen, zeg maar, wat zei dat ze groot. Dacht, nee, zonde, want het, is echt, het gaat waarschijnlijk zo goed staan gewoon. Want het lijkt gewoon heel groot. Maar je kan gewoon je eigen maat nemen. Want het is ook stretching. Het is gewoon top. Nou, dat waren in ieder geval even weer een paar items die op voorraad komen binnenkort. Misschien als je dit kijkt, staat het online. Als het niet zo is, dan komt het binnenkort online. Nu ga ik richting de personal training. Ja, ik had eerst klant om 7 uur. Ging goed. Het was lekker buiten. Het was super warm. Ik had dus het shirtje aan, want die wilde ik nu aan. Maar ik heb het net schrikkelijk aan. Maar die wiel aan het bollen. Maar je ziet het nu niet meer. Ik heb het schoon gemaakt. Maar ik heb al mijn zilver shampoo erin laten vallen. Want ik had zilver shampoo. Ik moet daar echt even mijn haar moet wassen. En ik heb een cargo erbij. Ik heb een soort
voor scampers voor mij. Nou, ik ben helemaal zo klaar mee, jongen. Heel de fucking dag. Heel de week eigenlijk al. Nou, we zijn aangekomen in het Jupiter Hotel. We konden maar met één persoon tegelijk in de lift. Ik wacht nu op Janet. En dit is de kamer. Maar ik ga nu even wachten tot Janet boven komt. En dan gaan we natuurlijk pas samen de kamer bekijken. Ik vind het toch een beetje een eng ding, hoor. Het duurt ook koude lang, hè? Ja. Nou, jou de eer, madame. Ik ben benieuwd. Ga je naar een bruiloft? Ja. Oh, er is gelijk nog een deur. Huh? Oeh. Oh, dat meisje naar binnen. Hallo? Oh, nee. Wat is dat voor geluid? Ja, geen idee, maar de kamer is wel echt mega groot. Ligt er nou een condoom op bed? Oh nee, snoepjes. Oh, de wc is goed door. Ik zei toch dat we een balkon en zo allemaal hadden. Kijk, ah, mee. Maar je mag niet eens roken op het balkon. Godverdie, niet dat ik rook. Die wc! Oh, en dit is wel heel erg leuk hoor. Huh? Kijk je die douche? Kom maar aan. Oh, dit is koud door raar. Je hebt geen douchecabine. Jawel, dat kan je zo schuiven en dan kan je... Oh nee. Dat wordt heel nat denk ik hier. Ja. Maar maakt niet uit, dit is ons bed. Lekkere snoepjes, dit is ons balkonnetje. Oh, wel heel erg leuk hoor, Janet. Heb je heel goed uitgekozen. Ja. Oh, dit is ook echt heel chill. Dat we hier een balkon hebben. Heel leuk. Nou, we kunnen ook gewoon hier zitten. Halen. Uitzicht is niet... Of we ineens naar het terras. Ja, dat kunnen we ook doen hoor. Oh nee, want ik heb wel even zin in wat eten. Ja, uitzicht is echt denderend. Echt. Zo een beetje... Hoe noem je dat? Ik snap wat je bedoelt. Ik heb er geen woorden voor. Oké, ik ga Janet gaat ook vloggen. Janet is ook vlogger. Dus abonneer allemaal even op Janet. Wat is jouw kanaal? Janette. Dus zoek maar even op. Dat is toch aardig van mij? Niet uitlachen. Ja, maar ik bedoel, ik vind het altijd zo stom om dan mijn eigen naam te zeggen. Oh, dat zei je ook. Nou, we zitten even bij Ted. Ik ben dus nog nooit bij Ted geweest. En Janet vindt het zo raar. Nou, niet raar. Ik ben er niet zo vaak. Maar misschien omdat het bij mij in de stad zit. Dat is het wat voor jou veel normaler is. Voor mij is het gewoon om de hoek. Ja. Maar ja, ik ga het nu ook niet helemaal goed ervaren. Want nee, ik ga gewoon even wat bij iets bestellen. Want we hebben net ook al gewoon even, ja, of in ieder geval ik heb even snel een broodje hotdog gehaald bij de Hema. Of nou ja, je net heeft hem gehaald en ik heb hem ook. Ik heb er ook al twee. Maar je hebt het helemaal niet gehad? Waarom niet? Ik hou niet zo van. Broodje hotdog. Snap ik niet. Zo lekker. Ja, ik vind die saus ook niet zo lekker. En ik wil niet zonder saus bestellen. Dus misschien kan je mayo vragen. Heb ze ook wel. Ja, maar hier dus ik het in. Nee, ik bedoel bij de Hema kon je dat vragen. Maar in ieder geval, wij gaan lekker... Bitterballen bestellen, kip en frietjes. Super veel zin in. Ook echt zin in vanavond. Ik ben ook wel benieuwd wie er komen. Dat is altijd spannend met zo van die influencer dingen. Ik zat al te kijken of er mensen in Amsterdam zijn, maar ik zie echt niks. Ik ga vragen aan Lonneke of zij weet wie er allemaal komen. Girl, dit ziet er goed uit. Oké, die friet had voor mij niet gehoeven nu meer. Maar veel te veel bestellen. We hebben ook eigenlijk helemaal geen tijd om te eten. We moeten ons nog gaan klaarmaken. En we moeten nog drank halen bij de winkel. Nou, het is smakelijk. Bon appétit. Bon appétit. Frietje. Oh, dat is echt een heel maaltijd. Heerlijk. Nou, even de boodschapjes gedaan. En nu weer richting ons hotelletje. We hebben even lekker wat drankjes gehaald die lekker koud zijn. En wat snacks dus vanavond ook om op de kamer. En lekker wat mango vanmorgen vroeg. Heerlijk. Wat vind je daarvan? Heerlijk. Echt, hè? I love it. Ik ook. Moet ik even navigatie erbij? Of weten we het nog wel? Ja, hè? Ja. Het is zo'n warme dag vandaag. Het is ook 24 graden, niet normaal. Maar we hebben even eventjes wat eten en drinken gehaald bij de Jumbo. Dus ik laat even zien wat we hebben gehaald. Lekker. Ik kan hier... Oh. Tegen wie dacht je dat ik dan praten? Ik hoorde je niet. Maar je kan hier geen video opnemen. Lelijk, hè? Ja. Stoute popcorn. En dit, ik heb hem nooit gehad. Maar ik denk dat het een soort van stelser is. Ja, is heel lekker hoor. Viper. Dat is van Rijk Hofman. Is dit van Rijk Hofman? Ja. Oh, wat grappig. Mango. Als we deze ergens tegenaan zetten. Kijk, deze kunnen we hier doen. En dan zetten we dit kamer op de koffiepraat. Zetten we die camera hier neer. Ja joh, ik vind het best. Nou, ik vind het best.
besef echt hoe mega slim dit van mij is. Girl. Wat moest je zonder mij? Ja, echt niks. Dat had ik gewoon geen video. Past, jongen, echt. Sporty. We zaten ook net op het terras, jongen. Bijna te gillen van het lachen. En dat zonder... Terwijl we gewoon cola zero hadden, hè? Ik heb geen alcohol nodig om leuk te zijn. Maar deze vanille zegt dat er geen calorieën in zitten. Nou, weinig. We hebben geen weegschaal mee, helaas. We kunnen de calorietjes even tellen. Heb jij ze in de app gezet? 29 calorieën per 100 milliliter. En hier zitten dus 330 milliliter. Dus dan doe je 29 keer 33. Dat is ongeveer 100 calorieën per blikje. Val mee. En weet je hoeveel er normaal in zit? Maar sorry, nee, maar het is helemaal niet koud. Ik had hem nog aangezet. Nu is hij stuk. Dat is kut, want dan gaan onze koude blikjes worden gewoon lauw. Dan moeten we echt snel drinken. Oh, dat legt ze gewoon in de vriezer. Ja, doe maar. Alcohol bevriest toch niet. Waar wil je mee beginnen, liefie? Welke smaak? Deze wil jij niet, toch? Nee, ik vind dat niet. Vroeger was ik gek van ananas, laatste tijd helemaal. Ananas? Ananas. Weet je hoe ik op Snapchat heet? Melanasje. Omdat ik zo verliefd was op ananassen. En nu vind ik het gewoon niet meer zo lekker. Kies even welke je wil. Ik ben meestal kers. Oké, okay. Is er nog... Heel lekker. Nou, we zijn even een Get Ready With Us aan het filmen. Kom binnenkort op mijn kanaal, dus vergeet het zeker niet te checken. Ik heb bijna eigenlijk de outfit aan. Ik heb deze super vette oorbellen in van de collectie van de Shubi van Monica Geuze. Ze hadden dus deze nieuwe collectie, hadden ze dus in het groen. Ik heb ze dit keer niet gehaald. Mijn moeder heeft ze dit keer gehaald. Dus mijn moeder zou, je mag ze lenen van mij. Want ik, ja, ik weet niet of we dat vaak hebben. Maar hoeveel heb jij gekocht van die collectie? Volgens mij mega veel. 3 jurkjes. En dit zijn van de vorige collectie. Van een paar maanden geleden met kerst. Oké, ik heb dus dit topje aan. Van de Stradi. Dit broekje. En dan heb ik daarbij een leuk jassie. Veel te warm, want het is echt warm. Ik heb lekker mijn make-upje erop. En ik heb dus geen ketting, want ik heb alleen maar gouden kettingen. Maar ik heb dus gewoon die hele tanlijn van die ketting zitten nog wel. Maar ja. Het is ook een soort ketting. Ja, ik heb niet helemaal niks. En mijn zilveren boots. Daar gaan we natuurlijk bij. Ik dacht, ga je het wel gouden hebben? Jij ook gelijk, hè? Ik wil snel. Ik heb het eerder te koud. Nou, wij hebben onze outfitjes aan. Jezus. Ja, even de outfit filmen. Ja, maar dan mag ik toch best bijstaan. Nu komt de ware aard naar boven voor mij. Zo is Melanie in het echt. Niks anders dan op de vlogs, hoor. Of zou ik jou even filmen hoe het eruit ziet? Oké, okay, wat heb je aan? Girl, vertel. Dit was een setje van Webshop, en ook in het lila, maar het sold out natuurlijk. Stradivarius en ook van Fashion Design. Heel leuk. Heel leuk. Nu jij. My lady. Nu ik. She in girl. Nu het basisschoolmeisje. Heel leuk. Van Shein. En de laars zijn van de Zara. Heel mooi. En je oorbellen? En wat voor tas ga je er nu bij doen? En welke blazer? Moet je ook nog laten zien. Ik ga gewoon mijn zadige tas doen, denk ik. Die zwarte. Van deze. Ja, ik denk dat dat echt nog het mooiste is. Is het ook zilver in en zwart van je schoenen? Ja, dan wissel ik wel even deze dingen. Ja. Ik zal even al mijn spulletjes zo zetten. En dan neem ik deze mee. Because it's van Shein. Is het Shein of Shein? Gaan we vanavond eindelijk achterkomen. Nee, ik zeg altijd Shein, maar altijd gezegd. Want ze stuurden nog een mail. Zeiden ze dat? Wat grappig. Ja. Oh, ik dacht, ik ga er vanavond achterkomen. Want ik zeg altijd Shein. Iedereen verbetert mij. Oh, wat lekker. Nee, het is Shein, want het was eerst. Ja, het was eerst 2 andere woorden. Snap je wat ik bedoel? Ja. Oké. Hey!
kijken met de wijn. Cheers, katje. Oh, dankjewel. Aan de schermen. Suipen. Cheers, liefje. We zijn aangekomen bij het event. Rennen, bitch. Amazing. Nou ja, nog niet. Jongens, pak jullie volgende kavaatje bij de hand. Dat is wel heel erg. Ja, maar je moet gewoon door. Oké, we moeten door. Voel je vooral niet schuldig. Even die make-up bijwerken. Even kijken. Ja, en goede maat. Maar schat, dat heb je toch niet meer nodig? Nee, ik vind deze kleur wel mooi. Jawel. Die mag ik opmaken. Ja, mijn. Heb je ook een mooie roze? Ik ben meer... Oh, ik wist helemaal niet dat ze in make-up verkocht. Ik vind deze kleur echt heel mooi. Deze is niet mooi, hè? Ik moet een lichte kleurtje nemen, of niet? Ik vind hem wel mooi. Mama is een lieve meisje. Ja. Dit is echt lief. Dit is echt lief. Hij is een goede hart. De juf leidt ons maar hoor. Zullen we misschien hetzelfde outfit dat een soort matchy kleur? Ja, een matchy. Oké, juf, jij mag onze outfit bepalen. Ik heb maten XXXS. Oh, deze vind ik wel iets voor jou. Oh, sportkleding. Een glittertje. Dat is wel heel leuk. Oh, ik vind dit mooi, van die cropped blouse. Oh, ik vind dat leuk, pyjama's. Matsio! Hey, nu opnieuw, ik krijg een nieuwe thee. Matje. Matje, wij gaan bij jou uitkiezen, verras hij. Is goed, verras hij. Verras hij. Nou, Matje heeft voor mij allemaal outfits gekozen. Maar... Mijn stijl is goed dicht. Yes. Oh, zo kinderkleren. Wat leuk. Of zullen we gewoon zo'n andere pizza? Gewoon van zo'n Italiaan. Perfect. Ja, schat. Helemaal prima. We zijn terug in het hotel. Geef het eens, ja. Kijk daarna. We zijn lekker bij Shein geweest bij hun pop-up event. Dat was echt super gezellig. Sowieso al die meiden die we vanavond hebben ontmoet. Echt niet normaal. Dat was echt gezellig. Normaal vind ik influencer... evenementen soms best wel ongemakkelijk. Maar om van tevoren even met die boot weg te gaan. Lekker wat cocktails. Heeft wel echt het ijs gebroken. Vond je dat ook? Ja. Dat was echt fijn. Beter. Dat je gelijk die even, zeg maar, stel je gelijk de winkel in stap, was het een heel andere vibe. Dat is echt zo. Maar ik heb echt hele leuke dingen mogen uitzoeken. Ook allemaal make-up. Ik wist helemaal niet of ze make-up verkocht. Maar ik heb bijvoorbeeld zo'n poeder. En hij is zo fijn. Ik heb best wel vaak, zeg maar, met een soort van product wat ik gebruik, dat ik heel erg glim. En dit is zo'n poeder. Ik heb echt superveel. Ja, het duurt wel een uur. Even wat eten bestellen. We dachten dus dat het een diner was, maar was het geen diner. Wat duurt een beetje korter? New York pizza is dichterbij. Oké. Okay. Doe dat, ja. Vind ik prima hoor. En een eyeshadow palet. En ik heb allemaal leuke items qua kleding. Ik heb een wit blouse-jurkje. Oh, ik zag hem niet liggen. En dit superleuke jurk. Dit was een... Ja, ik ga het binnenkort wel even beter zien. We dachten dat het een diner was, maar dat was niet zo. En dit zit er ook nog bij trouwens. Superleuk. Ruikt echt superlekker. We gaan even wat eten bestellen op de kamer. En daarna gaan we even naar de superclub. Even lekker dansjes gooien. Superleuk. Chop, chop, chop. Lekker smellen. Smakelijk, liefje. Smakelijk eten. Guys, we zouden nog uit naar de super. Maar we zijn zo moe. We zijn helemaal op. Maar het komt omdat we gewoon sinds 6 uur daar al waren. Best wel sapjes zijn erin gegaan. En ik ben helemaal op. Verstandig. Ik ben gewoon helemaal op. En dus gelukkig zijn we allebei een beetje hetzelfde erin. Dat jij niet nog zoiets hebt van, kom op Mel, we gaan nu op stap. Nee, maar als je dat gewild had ik het wel gedaan, snap je? Ik had denk ik andersom ook, als jij het echt graag wil, had ik het gedaan. Maar misschien wel een klein beetje met tegenzin nog, omdat ik echt wel moe ben. Nee, ik ben ook moe. Dus wij gaan lekker slapen in ons anderhalf persoons bedje. Lekker koelen. Moet je niet jouw oplader voor je telefoon doen? Maar jij ligt er. Ja, maar hij haalt dat wel toch? Die van jou ja, mijne niet. En doe je toch die van mij? Is goed, dan moet jij mijn even pakken, die ligt daar. Is deze? Nou, ik hoop in ieder geval dat je het een leuke vlog vond. Ik vond het vandaag echt een super leuke dag. Nee, en ik hoop ook dat jullie vandaag goed mee hebben genomen. Een dagvlog, ja. Dus vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal als je het niet hebt gedaan. En dan hoop ik dat ik jullie morgen zie bij de volgende dagvlog. Doei! Doei! Doei.
se acaba, se acaba, se acaba.